gewoon overal gefeest op gekraakte loodsen, fietstunnels. En de man die daar altijd het geluid verzorgd en het licht, die kwam ineens deze loods. Die hadden daar, huurden daar regelmatig spullen. En die zeiden dat we dat eventueel konden gebruiken. Toen hebben we met de eigenaar gepraat. En toen hebben we 60 weken lang zijn loods gehuurd. Een feest gegeven. De inval werd gedaan omdat Multigroove geen vergunningen had en omdat de politie vermoedde dat er ecstasy en andere drugs werden verkocht.